bij het huis droevig. Heel erg, daar komt het heel dichtbij. Dan ben je eigenlijk op de plek waar het allemaal gebeurd is. En je ziet mensen allemaal naar buiten kijken, je ziet de bloemen, de emotie bij iedereen. En ja, dan dringt het echt door, eigenlijk. Ja. Dan komt het echt aan. Ruim 100 familieleden, vrienden, buren en collega's liepen zaterdagavond mee in de stille tocht voor Lisa. De jonge vrouw uit Vlaardingen werd maandag neergestoken in haar woning en overleed aan haar verwondingen. Ik wil dit doen voor Lisa, omdat ik haar gewoon een eerbiedig tocht en een afscheid wil gunnen. Weet je. Dat mensen ook, dat ze niet zomaar vergeten wordt, en, omdat ze dit gewoon niet verdiend hebben. Hoe zou je Lisa omschrijven? Lief, eigenwijs, een beetje gek, maar met een hart van goud. De tocht begon bij een winderige krabbenplas en leidde naar haar woning in de Van het Hofstraat. Verdriet overheerst bij de deelnemers, maar er is ook veel boosheid. Ja, dat ze zo uit het leven wordt gerukt, ook nog eens bij een kindje, dan denk ik, in wat voor wereld leven we tegenwoordig? Waar zijn we ook mee bezig met het rechtssysteem? Een jongen die diverse dingen op zijn naam al heeft staan en nog vrij rondloopt. Ik snap het niet. De familie houdt media-aandacht af, maar geeft wel in een bericht aan Dylan een verklaring voor het drama. Lisa was zwaar verliefd op hem, maar zij werd gebruikt door hem. Ze deed alles, zelfs haar salaris gast aan hem. Hij ging vreemd, zij kwam daarachter en werd boos. En omdat hij een kronkel heeft en niks met woorden kan oplossen, is dit gebeurd. En een jongen die gewoon zeg maar geen hersens heeft, die losgeslagen als een tijdbom rondliep. En dat is geëscaleerd. Heel moeilijk, ja.